Zelf wil Albert Verlinde op zijn oude dag niet meer zo vaak op televisie zijn. Hij heeft het aanbod van vandaag een site om een wekelijkse tafelgast te worden dan ook afgeslagen. Ja, sorry, ben ik nou de enige die denkt: hoe vaak kunnen al die mensen op tv komen? Wouter de Winter, Angela de Jong, het is testbeeld, roept hij in de nieuwste VI. Er is echt een overdosis van deze twee tv-figuren, meent Albert. Ik word ochtends wakker met Wouter de Winter. Nou ja, niet echt, maar dan zit ik tv te kijken en daar zit die man met dat mondje. En dan komt hij s'avonds, dan ga ik naar bed en dan zie ik hem weer. Wilfred Gené verbaast, wat voor mondje dan? Albert, ja, zo'n soort mondje. Waar Albert de Telegraafjournalist ochtends dan treft? Het programma Goedemorgen Nederland, waar ze twee jaar geleden nog een keertje samen aan de desk zaten. René van der Gijp begrijpt wel wat Albert bedoelt, dat is echt van deze tijd, hè, dat je op donderdag naar op één zit te kijken naar Raymond Mens, dan op vrijdag bij RTL en maandag hier. Dat is nooit geweest. Sommige mensen moeten ook eens leren om nee te zeggen, vindt Albert. Je kunt toch gewoon nee zeggen? Ik word best wel meer voor programma's gevraagd, maar dan zeg ik wat denk je zelf? Ik ga niet voor iedere scheet op tv komen. Johan Derkse, begrijp jij dat mensen naar een ochtendprogramma gaan? Dan moet je om zes uur in de studio zijn. Albert, nou, als ik een musical te verkopen heb, dan doe ik het wel. Hahaha. Ha, ha.